Nou, ik ben Gideon Santing, eigenaar van Santing Car Cleaning BV. Wij houden ons bezig met het schoonmaken en het poetsen van auto's in de breedste zin van het woord. Ik heb het eerst 5 jaar alleen gedaan. Ging ik vaak op locatie bij autobedrijven om de auto's daar schoon te maken. En sinds eind 2015 hebben we dit pand betrokken. En inmiddels doen we het met een heel team. Wat ons onderscheidend maakt is dat we betrouwbaar zijn. Dat we vele soorten diensten verrichten. Dat het schoonmaken van auto's voor autobedrijven, autodealers. Maar ook het verwijderen van vervuiling zoals spuitnevel of vliegroest doen we voor verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast hebben we een fotostudio met 360 opnames. Dus dan kunnen we de buitenkant en de binnenkant door middel van 360 graden in beeld brengen. Dus ja, van alle soorten werkzaamheden. Nou, ik ben mijn hele leven lang als supporter. Zelfs een aantal jaren geleden, toen ik nog wat jonger was, een aantal jaren bij Cambuur in de jeugd mogen voetballen. En ik denk sinds een jaar of 3, 4 sponsor bij Cambuur. Ja, ik denk vooral veel gezelligheid. En ja, het is ook een beetje een morele plicht om een volksclub, hè, om daar als bedrijf in deze regio, om daar aan bij te dragen natuurlijk. Het huidige seizoen, ja, boven verwachting natuurlijk. Jammer dat we er op dit moment niet bij kunnen zijn. Maar goed, met een vijfde plek is het denk ik boven verwachting. Ik ben bang dat we nog een beetje zullen zakken op een ranglijst. Maar als je tiende zou kunnen worden, dan denk ik dat je het heel verdienstelijk hebt gedaan. Ja, absoluut het kampioenschap van 2013. Ik was er met vrienden toevallig bij in Rotterdam bij Excelsior. Ja, en die euforie, hè, dat niemand het verwacht had en dat het toch gebeurde, dat we door andere clubs geholpen werden, ja, dat was prachtig. Ja, trots. Ja, dat is natuurlijk een lastige vraag. Maar waar ik heel blij van word, is toch wel is het team van onze collega's. De sfeer die we in ons team hebben. En in de dienstverlening maken de mensen gewoon het verschil. Dus het is belangrijk om een goed en gezellig team te hebben. Nee, ik denk dan toch aan de speler als een Mees Hoedemaker. Harde werker, betrouwbaar. Zowel in balbezit als balbezit tegenstander heel belangrijk. Hè? Vooral balbezit tegenstander als verdedigend opzicht verricht hij heel veel werk erop het middenveld. Dus ja, die betrouwbaarheid, dat degelijke. Ja, Mees Hoedemakers.